Ja, hier bij mij staat Pelle Boefink, de vierde keeper van FC Groningen, mag je zeggen. Voor de supporters die jou nog niet kennen van FC Groningen, wie ben jij en waar kom je ook vandaan? Nou, zoals je zegt, ik ben Pelle Boefink. Ik kom uit Hengelo, dat ligt in Enschede, of bij Enschede in Twente. En ja, dit is mijn tweede jaar hier. En ja, vandaag een lekker wedstrijdje gegeerd. Waar ben jij begonnen met spelen, met voetballen, Pelle? Ik ben begonnen bij de amateurclub in Hengelo, bij mijn woonplaats. En na een aantal jaar ben ik naar FC Twente gegaan. En daar heb ik 8 jaar in de jeugdopleiding gezeten. En nu ben ik hier. Wie haalde jou naar FC Groningen toen de tijd? Ik ben niet echt gehaald of zo. Ik was klaar bij FC Twente. Ik mocht niet meer door. En toen ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe club. En de interesse was er van FC Groningen. En, na een paar keer meetrainen hebben zij het vertrouwen in mij uitgesproken en mocht ik hierheen komen. Waren er nog meer clubs geïnteresseerd in je dan of alleen FC Groningen? Interesse was niet echt heel erg aanwezig of zo. Maar ik heb zelf nog wel wat stages gelopen, maar Groningen voelde het best eigenlijk. En hoe bevalt die 2 jaar hier bij FC Groningen? Prima. Ja, ik heb het ontzettend naar mijn zin. Dus. Ja, maar het is iedere keer wel even wat anders hè, dan FC Twente. Ja, zeker. Ja, maar het is wel een beetje hetzelfde qua cultuur en het omgaan met elkaar. Dus nee, voor de rest gaat het hier prima en heb ik het naar mijn zin. En aan een prachtig mooi trainingscomplex hier. Ja, zeker. Ja, vorig jaar waren ze nog druk aan het bouwen. Ik heb het hele proces mogen meemaken en nu mag ik ervan genieten en mag ik erin werken. Ja, die kunnen jullie ook alleen maar van genieten, naar spelersgroep denk ik. Ja, zeker. Ja, het is mooi dat het er is, maar uiteindelijk moet je het toch zelf doen. Dus daar ben ik hard mee bezig. Hoe kijk je naar trainer Bas Roorda? Spreek je veel met hem en wat leer je veel van hem? Ja, zeker. Ik spreek veel met hem. Ik sta bijna elke dag met hem op het veld. Veel ervaring en hij leert ook jonge jongens zoals ik en anderen gewoon fijne dingetjes aan die je kan gebruiken. En het is zeker fijn om zo'n ervaringvolle keeperstrainer te hebben eigenlijk. Ja. Wat zijn jouw kwaliteiten, vind je zelf? Mijn kwaliteiten? Nou, dat zijn er niet heel veel, maar... Vast wel, anders keep je niet bij FC Groningen. Nee, ik heb wel wat kwaliteiten, maar om dat nou echt uit te spreken, ja. Dan gaan we het anders doen. Wat zijn de punten waar jij zelf denkt, van daar kan ik het meeste nog op verbeteren? Ik kan me sowieso nog verbeteren in het degelijk worden, het betrouwbaar worden. Dat is iets waar ik nog mee aan de gang moet. Dus daar ben ik druk mee bezig. Je zegt wel vanavond een lekker wedstrijdje gekipt tegen HRC Houdenberg hier. Jullie winnen met 2-1 na een 1-0 ruststand. Hoe kijk je terug op deze wedstrijd? Een beetje persoonlijk niet heel fantastisch. Ik vond de eerste helft niet al te best aan de bal van mezelf. Jammer dat je een lastige goal tegenkrijgt, die een beetje uit het niets viel. En toch heeft het team, ik heb de tweede helft niet heel veel meer hoeven doen. Restverdediging, dat soort dingetjes regelen, dat ging helemaal prima. Toch heeft het team de tweede helft het goed omgedraaid. Dus, Ja, maar ook een paar belangrijke reddingen in de eerste helft van jou, goede reddingen. Ja. Misschien wel een paar belangrijke momentjes waar misschien in het handelen wel wat verbetering voor... Je bent niet snel tevreden, hoor ik wel. Nee, precies, ik kon ook niet helemaal uit mijn woorden, maar er zit nog verbetering in, laten we het daarop houden. Wat is jouw doelstelling nu bij FC Groningen? Mijn doelstelling? Ik wil sowieso veel minuten maken, dat is heel belangrijk voor mij. En beter worden, steeds vlieguren maken en dan zien waar het schip strandt.